Aan de Kluizenweg in Arnhem is woensdagavond een gaslek ontdekt. De brandweer is hiervoor uitgerukt. Het zou gaan om een leegstaand flatgebouw waar gas werd gemeten in de kelderboxen. De brandweer gaf aan dat vandalen de leidingen hebben doorgezaagd, waarschijnlijk om het koper mee te kunnen nemen. Een medewerker van energiebedrijf Liander sluit de leidingen af om het te kunnen repareren. Zij blijven ter plaatse om het gaslek op te lossen.